Wilders roept op tot massademonstraties. PVV-leider Geert Wilders roept op tot verzet tegen het weggeven van ons land. Hij wil samen met Vlaams Belang-voorman Philip de Winter het maatschappelijk verzet bundelen in Nederland en België. En dat zei hij op een persconferentie in Brussel. En ik vind dan ook dat wij in het verzet moeten komen. Wij moeten eindelijk in verzet komen. Natuurlijk democratisch en geweldloos. Maar in verzet. Genoeg is genoeg. De tijd is gekomen dat we ook demonstraties en wat mij betreft massademonstraties moeten gaan organiseren. Het zijn onze landen. En die landen moeten we gaan terugveroveren. Nederland is van de Nederlanders. België is van de Belgen. Wij zijn niet islamitisch. Wij accepteren geen enclaves op ons grondgebied. Wilders en De Winter zijn woest omdat de burgemeester van Molenbeek een zogenaamde islamsafari in de Brusselse gemeente heeft verboden, omdat ze een hevige verstoring van de openbare orde verwachten.